We zijn vandaag bij de tweede editie van de Gele Drakencross. Vorig jaar onze eerste editie en dat was zo'n succes dat we hebben gezegd van we plakken er nog een editie aan vast. Er zijn vandaag 31 rijders om te rijden, waaronder een gewone klasse, een wat meer duw- en trekwerkklasse en een echte, ja, zoals zojuist wat te zien was, een redelijk zware klasse. Daarnaast hebben we ook nog een high heels klasse voor de dames en een driewielerklasse, de wankelklasse. Dan is er een wiel weggehaald aan de achterzijde om te hopen dat het allemaal wat soepeler door de bochten gaat. Ja, dat is eigenlijk een beetje de dagindeling van vandaag. We crossen de hele middag en lekker zonnetje erbij, biertje erbij, ijsje erbij. Dus ik verwacht dat het helemaal goed moet komen vandaag. Maar in ieder geval nu, dit moment, de vrouwenklasse hebben we gehad. En dan gaan we over naar de driewielers. De nieuwe klasse van de driewielers, dat zijn omgebouwde auto's. Zijn er een wieltje van tussenhaal, het achterasje er van achter. Dat is allemaal gepland met een hoop vrienden. We repareren nu de auto's. Kunnen we de auto's voor de volgende manche gebruiken? En kunnen we er nog een keer tegenaan? Op kop ligt. Scheldemond is hier ook aan het filmen. Dus, oh, Scheldemond televisie in de haat, maar je komt er gewoon op. Kam je naar, leg je naar, goed.